Ja, als je in je eentje speelt, is het leuk om jezelf te begeleiden. Met iets van ritme, zodat je niet alleen maar eindeloos aan het pielen bent zonder dat daar iets van ritme is. En dat kan je jezelf aanleren doordat je bijvoorbeeld, als het een E zou zijn, een soort van beat neerlegt. En dan kan je je andere vingers gebruiken om daar iets overheen te spelen. Dat is, zeg maar, dat deed Rory Gallagher, dat soort dingen ook. Bijvoorbeeld met die riff uit dit nummer, Bald and Salt. En zo kun je bezuinigen op een bassist.